Hi, hi, dit wordt een algemene liefdesreading voor het collectief. Dus geen sterrenbeelden, maar gewoon kijken wat ik mag gaan oppikken. Het zal niet met iedereen resoneren, houd daar rekening mee. Hè? Dus iedereen bedankt voor de lieve berichtjes, de likes en de abonnees. Ik kan niet vaak genoeg zeggen, ik groei dankzij jullie. Ben je nieuw op het kanaal? Natuurlijk welkom. Ben je nog niet geabonneerd? Het is kosteloos, dus druk op de rode abonneerknop, gelijk op het belletje, ook voor de mensen die al geabonneerd zijn. Zo blijf je altijd up-to-date, hoef je niet te zoeken, maar krijg je een melding. De actie. Ik ben al een tijdje bezig daarmee en dat bevalt me zo goed, omdat ik zoveel lieve reacties krijg. En ook mensen die het zo waarderen dat ik dat doe. Dus ja, ik ga gewoon door. Dus in september, dat zijn we natuurlijk al, eind september ga ik weer verloten. Wat mag je gaan doen? Abonneer, like, deel en onderin de comments wat je maar wilt. Ik ga dit deck gebruiken en ik ga gewoon eens kijken wat ik mag gaan oppikken voor energie. Dit kan voor jou gelden, voor de persoon. Ik ga gewoon kijken wat ik mag ontvangen. Oeps, al heel veel, maar dat gaan we niet doen. Heartbroken heb ik hier, oké. Ja, iemand voelt zich verloren. Een break-up, dus het kan zijn dat je te maken hebt met iemand waar je op dit moment geen contact mee hebt. Oké, wat mag ik nog meer ontvangen? Ja, new beginnings, reborn and transition, tragic. Ja, dus er is echt een einde. Ik heb hier echt een break-up, maar hier staat ook weer een nieuw begin. Dus of het nu is met de persoon of gewoon een nieuw begin in een andere connectie. Eens kijken. Phoenix heb ik hier. Ja, nieuwe fase. Dus er komt wel een nieuwe fase aan, is wat ik zie. Iemand is aan het groeien en de Phoenix zegt iets over een reis uit het as. Hè? Dus het kan heel goed zijn dat jij een situatie hebt meegemaakt waarin er een break-up is. Maar ik zie ook een date. Get out there, meeting someone new en setting a date. Date online. Dus misschien ben je aan het daten, misschien is het de bedoeling dat je dat doet. Misschien was je er klaar mee en dacht je, ja, het werkt voor mij niet, online daten, ik vind er niks aan. Maar het kan ook op een andere manier, gewoon dat je uitgaat of gewoon iets bezoekt waar jouw energie ligt. Hè? Want vaak is het wel zo dat je personen ontmoet op de plek waar je dezelfde interesses in hebt. Maar wat ik ook zie is dat iemand dus gebroken is. Dus er is ergens bij iemand een einde. Wat mag ik daar nog meer van ontvangen? Wat mag ik weten over die heartbroken? Oeps. Ik ga eens even terug naar die divorce. Ik heb hier drie keer een kaart volgens mij van divorce. Confess, long-term relation. Dus wat ik hierbij voel, dat het om iemand kan gaan, of jij dit nu bent, of een persoon waar je misschien aan denkt, die dus in een scheiding zit. En dat hoeft niet meteen dat iemand getrouwd is hoor, maar het kan ook gewoon een break-up zijn. Of jij dit nu bent, of de persoon waar het om gaat. Dus iemand staat op het punt om dat eigenlijk te vertellen. Dus er is iets waar een scheiding in is, of een break-up. Dat kan in het verleden zijn. En dat kan dus met een long-term relationship, dus een connectie zijn die eigenlijk al een tijdje gaande is. Oké, wat mag ik weten over die nieuwe beginnings? Een einde. Soulmate, oké. Dus het kan met een soulmate te maken hebben, vriendschap, romantische partner. Dus het kan, wat ik voel, is dat er een nieuw begin kan starten met iemand die je soulmate is. Nog één kaart. Misschien heb je daar even geen contact mee gehad. Alien, telepathic dreams and songs. Ja, iemand waar je echt een sterke band mee hebt, lijkt het. Of dat zie ik. Want
deze persoon, of jullie eigenlijk, denken aan elkaar op het telepathisch gebied. Wat mag ik nog meer? Ja, sad, broken. En ik heb hier ook nog compromise. Dus wat ik hierbij voel, is dat iemand heel erg zich alleen voelt. Ik heb deze kaart nu 2 keer. En dat kan dus met je ziel mee te maken hebben. En het kan heel goed zijn dat iemand eigenlijk misschien met een connectie nog te maken heeft of had. En dat dat waarschijnlijk tot een eind is gekomen. En daarbij misschien jullie connectie ook. Hè? Ik weet niet wat er is aan de hand was of is. Maar ik voel wel een hele sterke band met iemand die je kent. Alleen het kan zijn voor de meesten dat er dus iets is waarbij dus ook nog een derde partij was. Maar wat gewoon niet goed loopt. En ik heb heel sterk het gevoel dat jullie eigenlijk al die tijd nog aan elkaar hebben gedacht. Door telepathische, door dromen, door bepaalde muziek of synchroniteit. En ja, wat ik voel is dat iemand dat waarschijnlijk gaat verklaren. Wat mag ik? Ja, nieuwe fase, rekindle. Extreme harsh. Ja, dus wat ik voel is dat iemand drastisch een besluit wil gaan nemen. Of heeft genomen in het verleden om dit af te sluiten. Oeps. Ja, meditation, clearing space, removing negativity. Dus voor jou is het ook belangrijk om dat te doen. Misschien heb je te maken gehad met iemand die negatief was. Of is het iemand uit je verleden die dus daarmee te maken heeft gehad. En ja, ik zie hier paperwork, dus het kan heel goed zijn dat iemand echt nog vast zat aan een contract. Of dat er eerst nog bepaalde situaties mochten worden opgelost voordat dit eigenlijk weer naar voren kwam. Of komt. Ja, emoties die komen en gaan. Dus er is heel veel gebeurd wat ik voel bij jou of bij een persoon, bij ja, de persoon waar je aan denkt. Dus kan met het gerecht voor sommigen te maken hebben, maar er zijn emoties die heen en weer schommelen. Dus de ene keer zo en de andere keer voelde je zo de persoon. En ja, dat heeft eigenlijk geleid dat iemand een besluit heeft genomen om dus eigenlijk iets te cleansen. Om dus ja, een nieuwe fase in te gaan. En of dat nu met jou is, ik zie natuurlijk wel een date. Dus ik ga eens kijken wat ik daarvan mag weten. Ja, moving. Ja, kijk. Dus iemand is een soort van verhuizing door aan het maken. Dit kan fysiek zijn of psychisch zijn. Maar het kan ook heel erg zijn dat iemand van gaat verhuizen van locatie. Dus ja, iemand die vertrekt misschien. Ja, het kan zelfs zijn dat sommigen zijn of haar huis gaat verkopen. Omdat deze situatie gewoon niet meer werkt. En daarbij eigenlijk een nieuwe kans wil, lijkt het wel. Divine masculine. Ja, dat kan dus om de divine masculine energie gaan. Dat die dus, ja, iets naar voren, die is verhuisd, is wat ik zie. Die is tot een besef gekomen, is wat ik voel. Mag ik daar nog meer van weten? Ja, onstabiliteit. Dus er heerst onstabiliteit bij de divine masculine energie. Ja, en pretending. Dus iemand, het kan zijn voor de buitenwereld dat het heel goed met deze persoon gaat. Maar dat eigenlijk achter gesloten deuren eigenlijk, ja, dat dus niet zo is. Dus het lijkt allemaal heel mooi. Het lijkt allemaal, of is de persoon nog gelukkig? Of dat wordt zo gedaan. Met een dame waarschijnlijk waar hij een connectie mee heeft. Maar achter gesloten deuren zie ik dat het eigenlijk helemaal niet zo goed gaat. Oeps. Nog één kaart. Ja, de negotiator. Dus ja, iemand. Begging staat hier. Ga eens kijken. Wat mag ik daarvoor weten, die begging?
Niemand smeekt. Proof, show me. Oké. Kan zijn internet connected, dat iemand jou in de gaten houdt sowieso. Maar dat ik heb het gevoel dat iemand het niet helemaal vertrouwt. In die zin, zo van, oh ja, je zegt dit, zo en zo, maar is het ook zo? Is het wel waar dat jij mij echt terug wilt? Wil jij echt voor mij gaan, lijkt het wel. Want ik voel heel erg dat een persoon misschien nog vastzit en daar waarschijnlijk wel uit wil, maar dat er toch iets speelt nog met goederen of met materialisme of met een huis of noem het maar. En daardoor kan het zijn dat hij daarvoor weg wil gaan. Dus een nieuw begin wil starten, een date. Maar ook zie ik eigenlijk een energie van laat het me maar zien. Laat me maar zien of je echt voor mij wil gaan. Oké. Ja. Oké. Finding out staat hier ook nog. Dus het lijkt wel of het komt er straks eens aan het licht. Wat te maken heeft dus met iemand die al een connectie heeft. Maar ja, ik heb het gevoel dat iemand ook wil dat er een soort van bewijs, dus geen woorden, maar daden komen. Oké. Ik ga eens verder vragen met de tarotkaart. Ik ga even de masculine energie pakken hierin. Want die komt duidelijk naar voren. Dus ik ga daar even op concentreren. Ik leg deze kaart even hier neer. Divine masculine, wat mag ik nog van jou weten? Wat kan een blokkade zijn? Wat ga ik eerst eens vragen? Wat is een blokkade? Eye candy, beauty, fetus. End up anger. Ja, het kan zijn dat hij bepaalde frustraties heeft. En dat hij heel erg op het uiterlijk is afgegaan bij de meesten. Dus eye candy, dat zegt eigenlijk iets over dat het voor hem eigenlijk het fysieke zelf, het aantrekkingskracht heel belangrijk is. Maar ja, dat eigenlijk dat hij er is aangekomen, dat dus niet altijd zo is. Dus ja, soulmate only heb ik hier. En too soon. Ja, dus het kan zijn dat hij veel te snel eigenlijk iemand, hoe moet ik dat even goed uitleggen? Ik heb het gevoel dat hij boos is op zichzelf. Dus hij heeft, want ik zag ook heartbroken, hè? Dus spend up anger heb ik hier. En het kan zijn dat hij onopgeloste gevoelens wrok heeft van het verleden. En dat hij dat eigenlijk afschuift op de buitenwereld. Omdat hij boos is op zichzelf. Omdat hij heeft gekozen voor schoonheid boven een zielsconnectie. En is eigenlijk daardoor veel te snel eigenlijk in iets geraakt waar hij helemaal niet gelukkig in was. En dat blijkt nu ook. Want die soulmate ligt hier nu 2 keer. Dus het kan heel goed zijn dat hij met karmische delen te maken heeft gehad, omdat hij in zijn ego zat. Want hij dacht dat het buitenplaatje of het uiterlijk belangrijker was dan het innerlijk. Maar wat ik voel is dat hij daarachter is gekomen. En eigenlijk wil hij zeggen van ik zoek contact met jou telepathisch. En ik heb het gevoel dat jij eigenlijk zoiets heb van ja, je hebt me al een keer laten zitten. Ik wil gewoon bewijs. Ga jij echt voor mij? Of ga jij weer vertrekken met de noorderzon? En laat jij mij weer eigenlijk een soort van zitten? Even kijken. The butterfly. Ja,
ja, het is voor hem heel belangrijk ook om onze innerlijke kind te nurturen. Een nieuwe fase in zijn leven te starten en het verleden eigenlijk achter zich te laten. Oké, eens kijken. Wat mag ik nog meer? Dus dat is een blokkade. Dus, dit is geen blokkade. Dit is eigenlijk wat ik zou kunnen doen. Dus zijn blokkade is eigenlijk dat hij is gegaan voor het fysieke vlak. Voor ja, het uiterlijk of voor status. Voor ja, misschien voor sommigen geld. Sommigen vinden dat ook fijn. Hè? Als iemand veel geld heeft of status, dat is ook een soort van aanzien voor de 3D. Hè? En heeft eigenlijk niet geluisterd naar zijn hart, naar wat hem eigenlijk echt gelukkig maakte. Hij dacht dat dat stukje hem gelukkig maakte, omdat die persoon misschien veel geld had of aanzien of er goed uitzag. Misschien het hele pakket, maar van binnen eigenlijk helemaal niet zo mooi was. En hij beseft nu eigenlijk dat jij eigenlijk degene bent die hem eigenlijk heel gelukkig heeft gemaakt daarin. Alleen, ja, hij heeft verkeerde keuzes gemaakt om te snel ergens zich aan te binden. Oké. Mag ik nog meer ontvangen? Ja, de 9 van staven heb ik hier. Dus hij staat ook op een punt van om eigenlijk knopen door te hakken. Hij heeft verdriet van het verleden. Hij is een gewonde strijder. Maar hij wil nog niet opgeven. Maar hij weet dat hij bepaalde fouten heeft gemaakt. Of fouten, wat is het? Ja, een gezin. Dus misschien heeft hij een gezin gestart. Of misschien heb jij een gezin. Hij wilde heel graag stabiliteit. Ja, een 10 van zwaarden. Maar hij is erachter gekomen dat dat hem echt niet gelukkig maakt. Dus het leek allemaal heel mooi. De 10 van pentakels is natuurlijk stabiliteit. Maar samen met de 9 van staven en de 10 van zwaarden zegt dat wel iets dat het allemaal mooier leek dan dat het eigenlijk was. Dan is. En dat hij zichzelf eigenlijk daarmee op een soort van... Ja, 10 en de 10. Alleen dan wel de... Ja, de twee tegenovergestelde kaarten eigenlijk. Dus pijn. Dus de trail. Of in ieder geval hartpijn. Hij heeft zichzelf op slot gezet daarin. Hij heeft gestreden voor hetgeen. Maar het heeft geresulteerd in dat hij eigenlijk gebroken is achtergelaten. En dat eigenlijk achter zich wil laten. Is wat ik eigenlijk voel. Wat mag ik daarvan weten? Van die 9 van staven. De Hangman, ja kijk, hij heeft zichzelf vastgezet, wat ik al zei. Hij heeft een ander inzicht mogen krijgen. Hij dacht dat hij bij diegene het licht kon vinden. Maar het heeft hem eigenlijk alleen maar, ja kijk, het heeft alleen maar voor verlies gezorgd. Hij was misschien bang voor verlies. Hij dacht dat hij stabiliteit kon opbouwen, maar... Ja, uiteindelijk heeft het geresulteerd in een 5 van munten. En een 5 van munten is natuurlijk een kaart van verlies, van teleurstelling, van ja, iets niet meer in de hand hebben. En daarmee eigenlijk niet gelukkig zijn met de situatie. Ook nog de 10 van staven heeft verantwoordelijkheden genomen van iets. Ik zie wel een nieuwe cycle, dus hij kan daar wel uitkomen, mits hij daar natuurlijk een eind aan maakt. En de 10 is natuurlijk een eind. Een 10 is natuurlijk een afsluiting en is ook een 1. Dus hij kan ervoor kiezen om de cycle eigenlijk vooruit te brengen daarin. Maar ja, dan zou hij misschien wel bepaalde ego-issues voor zichzelf eigenlijk aan de kant mogen zetten. Oké, wat is nog meer hetgeen wat hij tegen jou misschien wil zeggen? Wat wil hij nog zeggen tegen je? Met de tarotkaarten, wat wil hij zeggen? De peets van zwaarden, ik hou jou in de gaten. Ik kijk op een afstand hoe het met je gaat. Om misschien zo weer contact op te nemen. Ja, weer de Hangman. Ja, stilstand. Oké. Hij ziet dat er een stilstand is. Ja, de koningin van staven. Ja, dit is weer fysiek, hè. De koning van staven ziet wel dat je ook heel, heel mooi bent en heel jezelf laat zien. En
ja, dat is toch weer iets ja, met passie en ja, sensualiteit. Gaan we eens vragen. Mag ik weten over die Peets van Zwaarden? Ja, de vier. Kijk, hij zegt niks, maar hij kijkt wel. Hij heeft ze nog wel in het hart, maar hij houdt zijn hart wel op slot. Dus het kan zijn dat je dit helemaal niet weet van die persoon. Dus misschien weet je het wel, maar denkt hij dat jij er niks van af weet. De Temperance, ja, heling. Oké, een spirituele kaart. Dus hij hoopt wel dat er een soort van hulp komt van bovenaf. En Spirit helpt daar ook mee, maar... Spirit zegt wel, er moet een balans komen. Hij zou iets achter moeten laten. Ja, iets wat niet meer dient. Dus het kan heel ook goed zijn dat dit iemand anders is waar hij emotioneel geen vervulling van krijgt. Maar dat dit wel een persoon is die wat bazig kan zijn. Die ja, controle heeft over de situatie. Maar wat ik wel zie is dat hij daar eigenlijk vandaan probeert te gaan. Ja, de drie van cups. Dus ja, te veel iets doen. Dus dit is normaal voor feestvieren. Maar het kan ook heel goed zijn dat er een derde partij bij betrokken is. Ik heb het gevoel dat hij eigenlijk iets wil achterlaten. Iets wat hem fysiek wel aantrekt. Want het is een knappe dame. Maar het kan ook iemand zijn die kan manipuleren. Of ja, haar zin wil doordrijven. Misschien dat hij daarom ook weg wil gaan. Wat mag ik daar nog meer van weten? Wat zie ik hier? Ja, de negen van zwaarden. Hij denkt daar wel over na. Of misschien is hij daar al mee bezig. Maar het geeft hem wel zorgen. Ja, om eigenlijk... iets aan te bieden, iets aan te reiken. Of Spirit wil iets aanreiken. Ja, de hoge priestress, ja. Ja, wat ik al zei, misschien is dit die dame. En wil die daar eigenlijk vandaan gaan, maakt hij zich daar zorgen over. Maar ja, wil die eigenlijk liefde aan jou geven? Een nieuw begin, dat staat hier ook, een nieuwe fase, hè. Dan heb ik hier de hoge priestress. Ja, dat is iemand die heel spiritueel is. Ja, medium of iemand die tarotkaarten legt. Maar ook iemand die gewoon al heel veel wijsheden heeft. In die zin dat ze intuïtief heel goed is. Met ze daar natuurlijk naar luistert. Oké. Even zien. Gaat hij... Hoe ziet hij jou dan? Wat wil die? Dit is wat hij jou wil zeggen. Dat was het, ja. Zij zegt daarvan, ik hou je in de gaten. Ik zeg niet veel. Ik zoek een soort balans in mijn leven. Want ik zit nu vast. Ik wil eigenlijk bij iemand vandaan gaan, maar ik maak me er zorg om. Hoe kan ik jou iets aanbieden? Oké, en hoe zit hij jou? Dat is het hele deck. Zes van cups, ja. Hij heeft nostalgische gedachten. Hoe zit hij jou? De hermiet, dat je afsluit, oké, dat je zelf onderzoek doet. Of dat je bezig bent met jezelf, maar wel een eenzame kaart. Maar hij ziet wel dat je al heel wijs bent. Ja, kijk, hij ziet jou dat je ook eigenlijk niet tevreden bent over deze situatie. En dan heb ik hier ook nog de Peets van Cups. En hij wil er eigenlijk mee zeggen dat het hem spijt. Hoe ziet hij jou als persoon? Mag ik daar nog van weten, Woest? Die wilde eruit komen. Ja, de vier van staat. Ja, zie, hij heeft nog wel gevoel voor je. Hij heeft eigenlijk spijt dat het zo heeft moeten gaan. Dus hij ziet jou eigenlijk, of hij voelt jou. Zo kan ik het beter even uitleggen. Als wel iemand die waarvan hij weet dat hij jou pijn heeft gedaan. Ik ga eens verder vragen ook met deze. Waarom die hermiet? Waarom ziet hij jou zo? De zeven van cups. Het maakt hem verward. Meerdere opties. Dus hij denkt, heb jij misschien nu ook meerdere opties, omdat ik natuurlijk ben doorgegaan toen. De Peets van Pentakels. Dus ja, een aanbieding. Dus hij wil eigenlijk wel iets aanbieden, maar durft het niet. Wat mag ik weten over die hartpijn? De twee van Staven. Ja, hij voelt misschien dat jij zit te wachten op een aanbieding. Hè? De negen van Pentakels, maar... hoe hij jou ziet is heel onafhankelijk. De negen van pentakels heb ik hier alweer. Dus ik zie dat ook altijd een beetje als de empress. Hè? Dus goed met haarzelf. En, ja, het kan zijn dat hij daar pijn van heeft. Of dat hij weet dat jij goed met jezelf bent. Ook al heb je pijn, maar dat je wel doorgaat. Wat mag ik weten over die Peets? Ja, twijfel. Dus hij twijfelt eigenlijk over, zal ik jou een excuus aandoen? Ik weet dat je wacht, maar ik jiggle nog heel erg. Omdat ik soms niet... Ja, omdat ik me misschien schaam over wat ik heb gedaan. Ja, kijk.
De ridder van staven, ja. Omdat ik in en uit jouw leven was. Ja, heel veel fysieke aantrekkingskracht. Maar ja, ik twijfelde op dat moment nog heel erg. Omdat ik heel erg in mijn ego zat. En meer fysiek eigenlijk dingen met je wilde doen. Wel plezier maken, maar niet een echte verbinding met je aan wil gaan. En nu dan met de 4 van staven. Ja, de 3 van staven. Dus wauw, de 2 en de 3. 3 en de 4, wauw. Dus ja, ja, langzaam en gestaag. Dus hij zei, ik moet eerst een plannetje bedenken. Dus ik ben wel bezig. Maar ja, mijn ego speelt soms ook op. Ik wil wel actie nemen, maar ik weet niet of het wel wordt aangenomen. Omdat ik het in het verleden eigenlijk heb verprutst. En ja, dit is natuurlijk iemand die gezag wil hebben. Iemand die ja, wel vooruit wil komen, maar wel op zijn manier. Dus ja, er kunnen wat ego-issues bij hem spelen. Maar ik zie wel de 2, 3 en 4 van staven. Dus dat is wel een stroomlijn, is wat ik zie. Alleen, ja, hij is aan het bedenken hoe hij dat zal doen. En hij denkt daar wel over na. Maar het kan ja, even duren, omdat natuurlijk de ridder van pentakels iets zegt over langzame energie. Oké. Gaat hij nog actie ondernemen? De koningin van cups had ik hier. Gaat hij nog actie ondernemen? Ja, kijk dan. De Knight of Cups. Ik had hier de koningin van cups. De Knight of Cups. Ja, dat is romantisch gebaar. Wel doen. Dus het kan zijn dat hij wel. Ja, maar hij ligt er wakker van. Dus hij moet eerst een verhuizing maken. Dus het is nu nog wat stormig is wat ik zie. Maar hij denkt er wel over na. Dus dit zegt echt iets over dat hij wil contact wil opnemen. Dat hij iets wil gaan doen. Hij zet ook een date. Maar het is wel zo dat hij daar wakker over ligt. Wat ik eigenlijk ook al zei. Hè, met deze energie. Dus wat hij jou wil zeggen is. Ik lig wakker. En dat ligt hier ook. Wat hij, of hij nog actie gaat ondernemen. Hij piekert erover. Want hij denkt. Ja, ik heb het verprutst. Ik moet eerst nog andere zaken op orde. Er moet eerst rust komen in mijn leven. Voordat ik eigenlijk een verhuizing kan doormaken. Hier stond natuurlijk ook een verhuizing. Home en kijk, soul. Dus hij zou eerst een verhuizing door mogen maken in zijn energie. En het is voor iedereen natuurlijk weer verschillend of hij daar ja, mee ingaat. Hè? Ik weet natuurlijk niet wat er allemaal is gebeurd. Dus dat is ook voor ieder voor zich. Oké. Waar denkt hij over na dan? Wat is dat dan? Wat piekert hij over? Ja, de 9 van staven zie je alweer. Dus ja, hij houdt vast. De 9 en de 9. Hij kijkt naar jou. Maar hij voelt zich klein. Hij weet dat hij ja, het niet goed heeft gedaan. Dat doet hem tevens ook pijn. Maar ja. Ja, kijk. Omdat hij voor iemand anders heeft gekozen destijds. Ja. Ik heb hier de koningin van pentakels. Dus hij heeft zich afgesloten eigenlijk voor de koningin van pentakels. Dat is wat ik eigenlijk voel. Ja, kijk. En dat maakt hem aan het treuren. Hij denkt dat het verspeeld is. Grappig, want hier liggen natuurlijk die 3 van cups. En hier staan nog 2 overhemd. En dat is vaak de 2 van cups. Hè, samenkomen. En de Empress, kijk, daar heb je er. Oké. Ik ga ze even zo neerleggen. Een beetje een zootje. Maar goed, het is niet anders. Wat zijn nog zijn gedachten hiermee? Nee, ik ga eerst deze doen nog. Ja, weet je, ik kreeg heel sterke mannelijke. Dus ik wist ook niet waar dit naartoe ging. Dus ik heb het gewoon even zo gedaan. Dus ja, hij is bang voor afwijzing. Ja, dat snap ik wel. Als je natuurlijk voor iemand anders kiest. En wat je daar zelf ook mee mag gaan doen. Hè? Dus ja, is het voorbij? Veel
Ja, ze hebben me pijn gedaan. Ja, hoe vaak heb ik die ook wel niet? De manier waarop ik jou heb behandeld, wat in één keer ligt, is niet goed. En ik wou dat ik je kon begrijpen. Dus hij begrijpt soms dingen niet. Maar ja. En dat is denk ik omdat jij je ook afsluit. Je bent met jezelf bezig geweest. Of nog steeds waarschijnlijk. En ja, ze hebben me pijn gedaan. Maar ja, hoe heeft hij daar... Dat kan natuurlijk in zijn ogen zo zijn. Het kan ook al met andere dingen zijn. Hè? Maar ja, hij is bang dat het voorbij is. En ja, hij heeft wel spijt hoe hij jou zo heeft kunnen behandelen. Oké. Ik ga nog deze pakken. Oeps. Ja, hij zegt eigenlijk, ik ben bang om pijn gedaan te worden. Zo, ik doe eigenlijk, of boeit het me gewoon niet. Ja, dat kan je doen, maar ja, doe je zelf alleen maar pijn mee, denk ik dan. Ja, ik denk erover na om contact met jou op te nemen. En ik wil eigenlijk weer herinnering met jou maken. Oké. Eentje. Oeps. Ja, hij denkt, ik vind je zo lief. Ik ga door een spirituele ontwaking op dit moment. Oké. Ja, dat zag ik hier. Spirit die stuurt ook tekens. Ik zeg dat ook 1000 keer trouwens. Maar... Ja, nou kijk wat hij hier zegt. Ja, mijn. Ik wil eigenlijk mijn verantwoordelijkheden nemen. Voor mijn. Ik wil graag eerst mijn situatie waar ik in zit, eigenlijk. Hoe heet dat? Verantwoordelijkheid voor nemen. En daarna wil ik eigenlijk vertellen hoe ik me voel. Dus er is iets wat ik hier al voelde, wat hij niet vertelt, maar wat hij dus waarschijnlijk dus wel gaat vertellen. En ook hoe hij zich voelt. Ik wil je eigenlijk vertellen hoe ik jou weer de mijne kan maken. En ik ben eigenlijk klaar voor een nieuw begin. Ja, dat stond hier ook. En daar denkt hij ook over na. Ik heb hier 2 keer. Het is wel dan negatief, hè. Maar het zijn wissiewassie gedacht. Zal ik het wel doen, niet doen. Omdat hij natuurlijk bang is voor die afwijzing. Maar het liefste zou hij gewoon eigenlijk zeggen. Hij wil verantwoordelijkheden nemen van dus hoe hij eigenlijk er een puinhoop van heeft gemaakt. In zijn situatie. Met jou of ook nog met een ander. Maar wel dat hij daar spijt van heeft en eigenlijk dit ook wil gaan vertellen. En ook wil zeggen dat hij wel een nieuw begin zou willen. Maar ja, hij is bang dat het voorbij is. Oké. Er kan ik nog een doen. Ik ga deze ook nog doen. Nou, dat zijn echt superveel. Nou ja. Ja. Ja, ik wacht op een teken van jou. Ja, dat was ook telepathisch, hè? Dus... Het kan zijn dat je hem soms een beetje vergeet. Dat je denkt, joehoe, dag. Maar het kan ook zijn dat je aan hem in één keer aan die persoon denkt. En dat je denkt, hé, hoe kan dat? Of vaak is het ook zo dat die persoon dan ook aan jou denkt. Of dat je in één keer iets ziet dat je denkt, hoe dan? Ik wou dat dingen anders konden zijn. En ik kan niet ophouden met denken aan jou.
En ik heb spijt dat ik tegen jou heb gelogen. En daarbij herinner ik eigenlijk elk moment dat wij samen waren. Ja, ik heb jou eigenlijk eerder verlaten dan dat je dat bij mij kon doen. Dus ja, hij is gewoon bang voor commitment blijkbaar. Ja, hij zegt ook van, het vraagt me af of je wel gelukkig bent zonder mij. Eigenlijk reageer ik niet als mensen het over deze situatie hebben met jou. Ja, je weet eigenlijk niet hoe moeilijk het voor mij was om jou te laten gaan. En ja, mijn leven is gewoon, lijkt heel mooi, maar eigenlijk is het niet meer zoals het was. En ik probeer een beter persoon te worden en ik hou van jou onvoorwaardelijk. Dit is wat ik voor jou heb op dit moment. Mocht het resoneren, laat het me weten. Abonneer, like, deel onder in de comments wat je maar wilt. Mocht je mee willen doen met de basisreading. Ik wens je al het goeds en tot snel. Doeg!